Zo, wij gaan de spel starten. We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Doing wasting my time here. He's got this. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Tuurlijk gaan we de missie starten. Hallo, hier Link 2155, vandaag weer een nieuwe aflevering van Devil May Cry 5. We beginnen de vorige keer was ik aan het gamen, alleen was vergeten de camera aan te zetten en alles. En we gaan gewoon weer even opnieuw beginnen met dit. Ik hoop dat ik jullie weer natuurlijk kan vermaken met Devil May Cry. Ik hoop het wel natuurlijk. En zo ja, dan zou ik je vriendelijk willen vragen de laatste 20 seconden weer even te wachten op het logo. Dan kun je dus met de muis en vinger aanklikken en dan kun je natuurlijk abonneren op mijn kanaal. Om even snel te doen, dat was onze eerste tegenstander. Altijd leuk. En vreet gewoon zijn eigen volk op. V, can I trust you? Oh, maar wel eens een nieuwe shirt kopen trouwens. Alleen net een gezichtje tussen die ogen.
thought you took off. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, Superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this. Here we come, Dante! Hold on, Dante. Er komt de enorme geld dan. Nou, jullie zijn ook door de jaren beter geworden. Time after all. Hey, jackass! Did your mother ever teach you it's not nice to steal? Sorry, Dante. I'm bagging this bitch. Round two. Get her out of here! This is a bad move! I can still fight! Go! You're
what you call him. Yes. Yours and the Demon King. That's the name of the demon that took your arm. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. This can't be happening. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. Nou, dan al best netjes, dacht ik zo. En naar de details. Nou, we zijn nog wel een beetje gebleven, maar we hebben toch best wel redelijk mooie puntjes binnengehaald, zeg ik. Goed, dat was het beginstuk van... Nou, we gaan nog naar het volgende hoofdstuk. Blijkbaar beginnen we nu echt. Killed your father. Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. So I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thank you for that. They have to do that in here. It already smells like ass. That's you. Nico? Don't lose your tits. I see you. Hey, you have to hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove. Ik heb het altijd als zombies. Hey,
Tuurlijk. Tot er even gewoon onder zetten dat er ook niet gepromoot wordt. Hè? Demons. You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, who are you? Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. We got a new trick. Yeah, he's a real pro at smacking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. Hey, Psycho! Watch the merchandise! Hey, stop bitching and take cover! Nou, ik nog niet.
Zo dus. We doen een... Oh zo, dat zijn nieuwe armpjes. Jullie doen ook weer mee. They collecting human blood. It's not just enough. Something else. Lovely house plant. Oh, I get it. Who brought the marshmallows? 'Cause I'm bringing the fire. Ow. Tough guy. That'll keep him, but not for long. What do you mean? Soldier Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere.
Yamato did this. Why do I feel like your pet mechanic? Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs, so you still owe me, remember? Hey, you two! Dinner's ready! Be right there! Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. You need something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers too, cause got a pair of those upstairs. You see something you like? What the hell? You a demon? Get back inside now! He's waiting for us up ahead. Try not to get us killed on the way there. Goed, dat was dus missie 1, die wij dus nou uiteindelijk gedaan hebben. We zien ervan dat dit nog de eerste missie was. We gaan natuurlijk terug naar de menu. Willen we dat? Ja, dat willen wij, want wij gaan natuurlijk hier stoppen. Ik hoop natuurlijk dat ik jullie heb kunnen vermaken met... Devil May Cry 5 natuurlijk. Het voelt gewoon er gewoon hetzelfde als de Devil May Cry's ervoor. Niks veranderd. Camera angle blijft gewoon hetzelfde. De speelstijl blijft eigenlijk hetzelfde. Ja, niet helemaal hetzelfde. Want ik kan er wel problemen met combo's uit te voeren wat dat betreft. Maar goed, maakt er ook allemaal niet uit. We gaan de volgende keer gaan we natuurlijk weer verder met Devil May Cry 5 natuurlijk. Ik hoop natuurlijk dat jullie hebben kunnen laten genieten. Ja, dat zou ik vriendelijk willen vragen natuurlijk. Voor een like, een leuk berichtje waar je 100% antwoord op krijgt natuurlijk. Deel het met je vrienden, familie, kennissen enzovoort enzovoort enzovoort. En dan zou ik vriendelijk willen vragen natuurlijk ook nog voor de laatste secondes. Er komt er boven in mijn logo te staan. Kun je aanklikken en kun je abonneren op mijn kanaal. Wil je geen Devil May Cry meer missen? Link 2155 bij deze afsluiten en tot de volgende keer in de volgende aflevering van Devil May Cry 5.